Witte Donderdag. Witte Donderdag, waarom? Omdat Jezus toen ook in het Hof van Olijven een engelenbezoek kreeg, die hem kracht gaf. De engel van vertroosting is niet een engel die staat te blijten, dat is een engel die u kracht geeft. Om dat te doen, om verder te gaan op het pad. En dus altijd, zoals we ook straks gaan zien, gaat Maria Magdalena Jezus 3 keer salven. Dus de eerste keer bij de geboorte wordt jij gezalfd, hè? Nee? Wordt jij gezalfd om het leven aan te kunnen. Vergeet niet, het leven, dat is niet zo plezant dat je denkt, hè? Als je alle moeilijkheden op je rij zet van je leven, dan zal de zaak beginnen niet anders. Ja, maar dat is zo. Eigenlijk, in de moederschoot krijg je gans je leven voorgeschoteld met al de moeilijke problemen en al de oplossingen natuurlijk ook. Maar dat moet je allemaal vergeten als je geboren wordt. Gelukkig. Want anders klopt er melk toch in, hè. Dat kan niet, hè, maar vragen. Dat is toch waar? Kijk, als je al een beetje geleefd hebt en je kijkt terug, oh, mensen. Hè? Bij iedereen gebeurt er al van alles, hè. Krijg je dus olie. Ook op het moment dat je, laat ons zeggen, een beetje de jaren van discretie en verstand krijgt, hetgeen dat wij bij ons noemen de jeugdwijding, of het vormsel, of gelijk wat, ja, word jij gezalfd, hè. Het vormsel dat wij kennen, dat wordt eigenlijk toegekend aan iemand die dat pad gaat betreden. Want dat pad noemt men ook het pad van de ridder. Zijn er mensen die gevormd zijn? Ja. Wat doet een bisschop? En dan? Kletsen op uw gezicht, hè. En hij moet je terugkletsen, dat is ambetant. Maar eigenlijk slaat hij u tot ridder. Want men noemt dat het pad van de ridder. Maar de ridder symbool staat voor hoe men leeft. Als men dat pad opgaat. Namelijk, men bestuurt zijn voertuig goed. Het paard, het lichaam. Ja? En de eigenschappen die men heeft, gaat men gebruiken voor de anderen, hè? De helpen. Hè? Nee. De ridder, hè? De dolende ridder. De loop van de ene miserie naar de andere miserie om het op te lossen. Hè. En hij blijft niet staan. Dat betekent, hij gaat zich niet vastzetten op een wel bepaald niveau. Hij gaat door. En heeft maar weinig mee. Hè. Want op een paard kun je veel meeslepen. Hè. Een pot, een pan, enzovoort, enzovoort. Men noemt dat het pad van de ridder. In het oosten is dat het pad van de samurai. Dezelfde erecode als een ridder. Een ridder zat vroeger een erecode. Men noemt dat ook eigenlijk het pad van de padvinder. De padvinder is iemand die het pad gevonden heeft. Hè? Wie is er vroeger bij de padvinders geweest? Niemand. Dat is niet erg. Maar hoe moet de padvinder doen? Denk hoe je dat. Voilà. Ja. Tegen het niet te stellen van de andere om te helpen, belangeloos. Niet meer factuur nadien. Hè. Een goede daad stellen. Padvinder. Ja. En dan ook op het einde. Als inderdaad het leven voorbij is en jij zeker en vast dat pad moet gaan, weer een keer, hè. Het heilige oliesel. Voor degenen die het kennen. Ja. Moet weer een keer. Weer een keer krijg je die olie. Weer een keer wordt je kracht gegeven.
En weer een keer worden onrijpbaar gemaakt. Want iemand die ingeoordeeld is, die kun je niet vastpakken. Hè. Dat glijdt altijd af. Het kwade glijdt eraf. Om daar door te gaan. Begrijp je het? En Maria Magdalena zal dat straks zeggen, gaat ook 3 keer Jezus zalven. Hè. Waarom doen ze dan iemand die gestorven is niet nog zalven? Want dat doen ze absoluut niet. Nee. Nee. Dat is verplicht om het te doen. Mijn vader die is gestorven en die was niet gezalfd. En ik wilde dat hij gezalfd staat, dat deed hij dus niet. Maar moest hij dat doen? Want men weet nooit of iemand dood is of niet dood is. Ten andere bewustzijn zit er nog altijd bij. Het is niet dat je dood bent, dat je weg bent. Hè? Ja, ja. Oeh, kan een tijdje duren. Meestal, degenen die iets bewust zijn, die vertrekken bij de begrafenismis. Want dan worden ze uit het lichaam gejaagd. Het ritueel van de begrafenismis is er juist om de weg te tonen en de ziel uit het lichaam te jagen. Dan zou je nog terug kunnen komen in je lichaam. Wat liefst? Dan zou je nog terug kunnen komen in je lichaam. Oh, maar het kerkhof staat vol van mensen die bij hun lichaam zitten. Ah ja? Natuurlijk dat. Op de dag van de begrafenis had ik mijn vader s'avonds nog gezien. Ja, natuurlijk. In levende leven, maar daarna niet meer. Maar ze zijn weggegaan waarschijnlijk. Wat lief? Ze zijn weggegaan. Ja. Maar zijn er veel die gewoon met hun lichaam blijven zitten? Als je van niks meer weet, blijven ze toch zitten zeker. Waarom ga je niet graag s'avonds alleen op een kerkhof? Was dat misschien een teken voor mij, dus dat die zalving niet nodig was? Ja. Waarschijnlijk wel. Nee? Waarom durfde je de meeste mensen durven het s'avonds op het kerkhof rondlopen? Want voor geest, hè? Ja. Maar ze kunnen niks doen. Ze zijn allemaal dood. De stad is veel gevaarlijker. Maar je hebt inderdaad velen die niet weten waar naartoe en die blijven daar zitten. Hè? Het lichaam is de enige plaats die zij kennen. Ze zijn daarmee geïdentificeerd. En zolang dat ze zich dat niet kunnen loslaten, die identificatie, blijven ze daar zitten. Kent dat verhaal nog van die Bultenaar? Heb je het niet verteld hier? Ja, hè? Voilà. Nee? Maar een luguber verhaal, hè? Er waren 2 kameraden, één met een bultje en één met een kromme voet, die elke avond gingen kaarten in een café onder de toren. In België hebben we veel cafés onder de toren, dus aan de kerk met het kerkhof erachter. Hè. Punt. En ze moesten van hun vrouw altijd om middernacht thuis zijn en ze woonden aan de andere kant van het kerkhof. En ze vertrokken ze altijd op tijd. Maar natuurlijk, iedere avond, te lang liggen kaarten. En het was bijna 12 uur. En poeh, ja. De ene ging natuurlijk zijn gewone tour doen, maar de andere dacht met zijn bultje, wauw. Ik zal een keer over het kerkhof lopen, hè. Bij krap thuis. En hij dus over de muur van het kerkhof. Lopen, 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 lopen. Ja, maar zo'n hartje, hè. En lap 12 uur, hè. Bing, bong. En plots hoort hij achter zich zo. Ja, je gaf dat open gaat, hè. En dan komt er een geest uit en zegt, jij daar! Ja, staat er. Kom eens hier. Ja, ja zegt de geest. Ja, dat ik dan niet zijn, de geest is dat, hè. Wat heb je op je rug? Oeh, op mijn rug, zegt hij. Ja, een bultje. Oeh, een bultje. Geef die dat bultje, zegt hij. Pak dat mee, pfft, dat graf in. Bultje weg. De andere verschiet natuurlijk, maar hij is content. Hè. En een spurt, tjik, 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 de muur over, bij zijn vrouw thuis en dat vertellen. Hè. Hij is er van een bult vanaf natuurlijk. Hè. Je is content. Een dag nadien zijn we weer in het café, tjik, 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 met zijn kameraad en die met zijn scheef been. En hij vertelt dat hè, en die denkt, la, dat is het moment. Hè. En die wacht ja, tot de minuut voor 12. En dan gaat hij ook kerkhof in, over de muur. En zo, wanneer gebeurt dat hier? Wanneer komt dat hier? Ja. Boom, 12 uur, de klok slaat.
En natuurlijk, de graf van open, tjop, de geest eruit. Hé, daar, hè. Ha. Ja, nu gaat het gebeuren, hè. Kom eens hier, en met een dikke smile gaat naar u. Wat heb je op je rug? Op mijn rug, zegt nou, hè. Het is toch mijn been, hè. Op mijn rug heb ik niks. Hoe niks? Hier een bultje, zegt een blauw. Oké. Nu vergeet niet om op uw vraag een beetje terug te komen. Vergeet niet, je mocht dat zelf ook doen, die zalving. Hè? Nou, ik heb hem gekust. Echt? Ik heb hem gekust. Oh, dat is even goed. De bedoeling is van kracht te geven, van iemand door te helpen, ondersteuning te geven. Daarvoor dient dat. Ja, en voor de rest. En vergeet niet dat je dan ook moet afscheid nemen. Want zolang hij uw vader blijft, in zijn bewustzijn, kan hij niet verder. Hè. Hij moet dat loslaten. Al wat je in de materie geweest bent, moet je kunnen losgaan om verder te gaan. We gaan dat later ook zien. In de inwijdingsweg wordt dat heel duidelijk gezegd. Op het moment dat je een zeker niveau bereikt hebt, ja, dan verandert de configuratie van al de mensen rondom u. Uw ouders zijn uw ouders niet meer. Ze zijn wel nog in fysiek uw ouders, maar die band is anders. Uw kinderen zijn uw kinderen niet meer. Dat zijn volwassenen, zielen zoals de anderen zijn. En dat is niet gemakkelijk. Maar dat is ook logisch, hè. Want eigenlijk is elke mens een uiting van het goddelijke en even volwassen als gelijk wie. En zijn ze allemaal even belangrijk voor iemand die op een hoog niveau van bewustzijn staat. Kan dus niemand meer bevoordelen. Dan gelijk. Enzovoort, enzovoort. Dat heeft heel wat complicaties. Dat is gebeurd van het crematorium, als je zegt dat het kerkhof sterven. Ja, maar kijk, er zijn dingen die je toch moet weten, daarmee verband. In de Bijbel, het verhaal van Jacob staat geschreven, dat je moet sterven op je bed. Met je voeten op je bed. En dat je het lichaam mocht wassen, en wit kleed aan doen en dan moet dat blijven. Je sterven op het bed ga ik nu niet uitleggen, want dan is het een hele uitleg. Dat is niet dat je in je bed moet sterven, maar dat betekent dat je wel een bepaald niveau van bewustzijn moet doorgaan. Ja? Dat is één zaak. Tweede zaak is natuurlijk dat je, het lichaam heeft zijn eigen heiligheid en dat je dat moet respecteren. Niks aan te doen. Dat houdt in? Dat houdt in dat het moet begraven worden. En dat verbranden altijd een foute oplossing is. Echt waar, jongens? Ja. Schrik ervan. Ja? Kijk. Ja. Kijk. Veronderstel. Ik was voor laten cremeren, maar ja, leg tijd. Veronderstel dat bewustzijn zich niet losgemaakt heeft van het lichaam op tijd. Dan gaat hij die verbranding doormaken alsof het echt is. Ja. Begraven worden dan, dus kijk, ik ben nog dood. Maar... Ja, maar het lichaam is er nog. Als je nog geïdentificeerd bent met het lichaam is er nog. Misschien kan er nog even erbij wagen. En dat kan nog altijd. Vaak is het zo dat men dan, wat men noemt, in kosmische coma valt, als je verbrand wordt. Omdat de engelen heel veel werk hebben om je terug wakker te krijgen. Hè? Terug met, als je begraven wordt met een aardse, dat je lichaam weer ten beschikking staat van de aarde. Voilà. Het geeft het lichaam terug van waar het gekomen is. Het lichaam volgt altijd een natuurlijk ritme. Ja? Van ontstaan, groeien, bloeien, vervallen en verdwijnen. Hè? Het verbindt zich terug met de werking van de natuur. Ik heb nog één vraag. U zegt, we worden gereïncarneerd. Dus we hebben een vorig leven, daar bouwen we onszelf mee op. Kun je ook terugkomen zonder in het stoffelijk lichaam terug te komen? Wij zijn nu hier een groep mensen, maar kun je ook geïncarneerd worden zonder dat je in een menselijk lichaam terugkomt? Maar dat is dan niet incarneren, want incarneren betekent in een menselijk lichaam komen. Incarneren betekent in het vlees komen. Karna, in het vlees.
Ja? Je hebt wezens hier die rond zijn en die in het lichaam zitten. Als ik een les geef over leven, sterven en doodgaan, zit dat vol met mensen die niet in het lichaam zitten. Dat is heel erg nadig, hè? Nee, hier komt er meer die niet betalen dan die wel betalen. Hè? En dan merk je op. Dan merk je op. En mensen kunnen soms de koude rilling krijgen, zeker die gingen van achter zitten dan. Hè? Die geest zit tenminste dan van achter zo. Ja. En dan geeft dat een koud gevoel. Ja. Heb je een koud gevoel misschien? Ja, dat kan zijn. Ja. Maar ik ga dat nu niet allemaal uitleggen vandaag, want dat is een heel speciaal aspect wat er allemaal gebeurt en kan gebeuren en hoe de rituelen in elkaar zitten. Maar in elke godsdienst heeft men analoge rituelen. Hè. Bij de moslim begraaft men natuurlijk onmiddellijk, maar men begraaft. Ja, men begraaft. Hè. En een moslim is altijd klaar om te sterven, dat weet je. Hij draagt zijn doodkist op zijn hoofd. Zijn tulband. Want daarin wordt hij begraven. Hè. Lugubere gedachten. Als je thuis weg gaat, ga je mijn doodskist opzetten. Ja, eigenlijk is dat zo. Ja. Daar gebeurt dat natuurlijk zeer snel. Waarom? Omdat je daar door de hoge temperatuur een sneller afbraakproces hebt. Maar hier was in India en zo was het toch? Ja, maar die hadden een heel ander spiritueel inzicht. Die wisten heel goed dat ze de rapmolen moesten uit zijn. Van mijn mootje laat ik cremeren hoor, als ik op tijd uitzet. Ja. Nee. Ja, mooi. Ja. Ja. Duidelijk? Ja. Voilà, nu gaan we een beetje gaan naar het historisch kader. Kijk, als de mens naar hier komt, individueel of collectief, is er altijd een bewustzijn dat indaalt en langzaamaan dieper en dieper in de materie komt. Men noemt dat altijd de involutieproces. In het begin is dat in lichamen die energetisch zijn, dan lichamen die energetisch mentaal zijn. Dan lichamen die energetisch mentaal emotioneel zijn. En dan lichamen die energetisch mentaal emotioneel en fysiek zijn. Maar ik vond ze. Dat is ook in de Bijbel uitgelegd, ik ga er niet over spreken. Ja. En als zij diep in de materie komen, ja, normaal gaan ze al een keer terug naar de bron. Ja, de tuin van Eden. Doen ze dat niet meer. Waarom? Omdat alle herinneringen omtrent de wereld buiten deze vervaren. En dan blijven ze waarom draaien, tot daar de verlossing komt en zij beginnen met de opklimming terug. Dat is individueel zo, dat is ook collectief zo, en in onze cyclus is dat ook zo. Wij leven in een cyclus die gestart is bij de zonvloed. 9792 voor Christus. In de maand van de leeuw, toenertijd, toen staat daar de leeuw. Je moet er niks van aantrekken. Maar dus, men doorleeft dat geheel. En op een zeker moment gaat de aanleiding gegeven worden voor de zielengroep die er is, die in die cyclus zit, dat alles klaar is om terug op te klimmen. Bent. Dat is hetgeen dat gebeurt individueel, maar dat is nu collectief, dus zo binnen, zo buiten. Dit is de plaats, ja, waar dus de Messias komt. Begin van de vissen. De kosmische Messias, ja, die dus gaat werkzaam zijn voor gans de zielengroep die op dat ogenblik in de wereld aanwezig is, geïncarneerd of niet geïncarneerd, en die de weg gaat vrijmaken voor de opklimming. Huh?
Vanaf de zondvloed wordt de mensheid dus in die ondercyclus begeleid. En gaan er op regelmatige tijdstippen, ja, leraars komen, spirituele leraars. Bij het begin van elke kosmische maand, je weet wat is een kosmische maand? Dat verkeerd zeker, maar ja, ik kan het niet. Een kosmisch jaar, dat hier uitgetekend, dat is 26.000 jaar. Dat is de ongeveer 26.000 jaar, dat klopt niet 100%. Dat betekent dus de rotatie van de aardas. Dat wordt onderverdeeld in zones, 12 zones die niet gelijk zijn. In functie van het moment, van de duurtijd, van het verblijf van de zon in een bepaald sterrenbeeld. Nu, dat is in de loop van het jaar ook zo. Doorloopt alle sterrenbeelden, dat betekent alle tekenen van de zodiac. Maar kosmisch gezien op die 26.000 jaar ook, dat betekent dat men zegt als de zon in de lente opgaat, in een bepaald sterrenbeeld, leeft men in de kosmische maand gewijd aan dat sterrenbeeld. En dat is verschillend, want elk sterrenbeeld is niet even lang. Hier heb je die. Dus we hebben dan doorlopen, ja, deze sterrenbeelden. Hebben allemaal heel karakteristieke zaken. En aan het begin van zo'n kosmische maand worden er altijd één of meerdere leraars geboren die in functie van de plaats waar zij geboren worden, ja, en de cultuur waarin ze leven, A, iets bijvoegen aan de kennis die de mensheid heeft omtrent het goddelijke, de kosmos en zichzelf. En de verbinding tussen de drie. Men noemt dat de kosmische leraar. Punt. Je hebt ook van het begin van de zondvloed. Ja. Ik heb iets vragen over voorheen met die zodiac. Is het dan precies andersom? Omdat daar... Maar dat is de retrograde positie. Hè? Ja, zie. In het jaar loopt hij vooruit. Ja. Maar in de kosmische jaargangen loopt hij achteruit, retrograad. En verschuift ook nog, pas op, verschuift ook nog. Hè. Als je nu astrologie gaat lezen, dan zit de maand verkeerd. Hè. Hoezo? Hoezo, ja. Zit de maand verkeerd? Omdat dus de tijdstip waarop de astrologie, laat ons zeggen, in een wetenschap is gebouwd geworden, ja, met vaste gegevens, dat er al een kosmische maand verlopen is en ook een verschuiving van de maand. Dus je moet altijd een teken gaan kijken voor het teken van u. Dus als je libel koopt, dan staat en je gaat kijken naar de horoscoop. Nou, dan heb ik stieren, geen tweeling, dus dan moet je dat ook even terugschuiven. Ja. Daarom dat hij nu niet klopt, hè. Nou, dan klopt hij nog zeker en vast niet, omdat inderdaad... Allee, ik ga nog even wat geheimen vertellen. Ja. Men zegt altijd dat je geboren bent, als de zon staat, in het teken van een sterrenbeeld van de zodiac, ja, op de dag van je geboorte. Dat is verkeerd. Joris, vertel! Ja. Dat is verkeerd. Allee, moet ik er... Wacht je, hè. Allee, ga een keer een ander slaat. Nee. Ei. Maria Magdalena moet maar een beetje wachten. Vrouwen zijn gewend van te wachten, hè, dus. Kijk! Dat is nu de boom, ik ga dat gebruiken, ik heb de juiste tekening niet mee.
Dan moet ik het zeggen. Dat is aarde, maan, zon. Ja. In uw psyche. Nadat je geboren wordt, staat natuurlijk de maan, de aarde en de zon in een bepaald teken van de zodiac. Juist. Uw lichaam, ascendent. Tiferet, de zon. Ego, de maan. Als je bewustzijn bijvoorbeeld zeer aarsgebonden is en hier staat, dan zijt gij niet datgene wat de zon aanduidt, maar wat de aarde aanduidt. Als je ego gebonden zijt, dan zijt gij datgene wat de maan, waar de maan stond, het teken waar de maan stond. De bedoeling is dat gij moet worden, zoals ook in de inwijdingsweg gezegd wordt, in de eerste fase, dat wat uw teken in de zon is. Daar zijt gij naar op weg. Begrijp je het? Joris, in de Jodische horoscoop wordt het teruggeteld. Wellicht. In de Jodische horoscoop wordt het teruggeteld. Indiase horoscoop, Jodisch. Ja. Teruggeteld, heeft dat daarmee te maken? Ja. Okay. Alles wat als ik nu mijn horoscoop uitkijken, laat uitschrijven, of daarmee kijken, klopt er een groot deel wel. Tuurlijk dat, als je horoscoop laat uitschrijven. Best wel heel veel. Houdt men daar rekening mee? In de horoscoop van Libel of weet niet wat dat geleest, goed gevoel of slecht gevoel, dat is alleen maar gebaseerd op het zonnebeeld. Hè? Je moet alles bekijken en niet alleen die, want er zijn altijd 5 zwarte sterren die er ook invloed hebben en de hele rest kunnen omdraaien. Dus dat is een heel moeilijke wetenschap, dat is een kunst. Ja. Een standaard programma op je computer kan gewoon een hokjesysteem zijn. Ja, dat heeft natuurlijk te maken. En dat kan er zeker zaken zijn die kloppen, maar die kloppen dan bij iedereen. Ja. En andere zaken die niet kloppen. Ik heb in de tijd, dat is toch een jaar of 10 geleden, de mijneke laten doen door een vriend die wou dat absoluut doen. Hè. Dan zeg ik, doe maar. Ja, dat is een dikke boek zo. Hè. Ik heb die gelezen en zeg, ja, dat klopt. Sommige zaken kloppen, andere zaken kloppen helemaal niet. Want het houdt ook niet rekening met waar je bewustzijn staat, hè? Ja. Want ook die andere sferen, hè? Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto staan ergens in een teken en hebben ook een invloed, hè? En dan ook het huis waarin het in staat. En je begrijpt dat dus het niet zo simpel is. Maar de mensen zijn er toch zo gevoelig aan. Hè? Als die belletjes schrijft, als ze geluk gaan hebben. Dan staat erin. Deze maand vind je de ware. De hele maand te wachten op die ware. En als je nog getrouwd bent, wat dan? Ja. Maar dan zeg ik, smijt mijn vrouw buiten, ik ga wachten op de waarheid. Ja, daar komt de waarheid. Ja, maar dat is zo'n beetje, hè. Ja, maar begrijp wel dat dat... Enfin, als je al door de spits wil bevestigd worden, dan... Ja, maar vaak lees de mensen in die horoscoop het kind dat ze zelf graag zouden willen. Het geluk lacht u toe, ja. Maar het geluk kan zich voordoen als ongeluk, hè? Maar dat is een geluk kosmisch gezien en fysiek gezien natuurlijk. Hè. Maar we gaan hier verder gaan, want anders komen we nooit meer klaar. En ik sta hier al een boekdeel of 2 achter, geloof ik. Maar dus ook vanaf de zonnevloed heb je de cyclus van Sirius. Waarbij dus telkens bij het begin van de nieuwe cyclus van Sirius daar een hervormer komt, genoemd een hogeskoon in de Egyptische traditie, die de kennis hervormt. Want kennis omtrent het goddelijke, enzovoort, enzovoort, dat wordt in vorm gebracht, aangepast aan de tijd, de plaats en de evolutie van de mensen. En dat moet regelmatig worden hervormd, want dat versteent. Hè? Een vorm versteent altijd.
En dan gaan de mensen enkele keren de vorm en de inhoud missen. Wordt hervormd. Bij de leraar, spirituele leraars, heb je altijd de inwijdingsplaneet of de priesterplaneet Mercurius die boven de horizon staat bij de geboorte. Om dat aan te duiden. Ten de professor. Bij de hervormers staan altijd de kroningsplaneten Jupiter en Saturnus. En nu in het begin van de wissentijdperk, op het moment dat men dus de Messiah kosmisch verwacht, die ze hier op de aarde zagen gaat doen, waar de mensen tot nu toe geen weet van hadden, komen die twee cyclussen samen. En zal het worden uitgevoerd door één persoon tegelijkertijd. Eén persoon zal dus die taken vervullen en tegelijkertijd drager zijn van de kosmische Messiah. De kosmische Messiah die zo hebben dat plastisch uitdrukt, de kristalsferen die de mens vasthoudt in de materie gaat doorbreken. Dus de weg, de poort gaat openen voor de bewustzijn om te groeien. Punt. Hoe doe je dat met één persoon? Of? Omdat één persoon dat zal dragen. Op deze hele aarde één persoon? Eén persoon gaat dat dragen. In het historisch kader. Hè. Dus gaat het patroon doorbreken? Gaat de patroon doorbreken. Hij doet dat niet. Hij draagt de Messias die dat doet. Maar om de Messias te kunnen doen indalen hier, ik ga er niet veel meer van vertellen, ja, moet hij een ankerplaats hebben. Hè? Hij moet een ankerplaats hebben. Hij moet hier kunnen zijn zonder dat hij een eigen lichaam heeft. Dus die historische Jezus of Joshua ben Miriam, ja, gaat die ankerplaats zijn. Die gaat dragen zijn van die energie van de Messias. Die na x tijd, als alles vervuld is hier, die weg gaat openmaken. Plups. Lijkt een beetje 2012 of zo. Tijdperken tussen vis en waterman. Dus ja. Ja. En de waterman gaat nog wat anders gebeuren. Dan gaat de mens het in zijn totaliteit daar telkens aan doorgaan. De weg is open, hè. Door die hoge trillingen, toch? Ja, wel, ja. Want door die opening kunnen die trillingen tot hier komen en begint langzaamaan de verandering. Die je allemaal een beetje kennen, bewust zijn. Oké? Nu, die moet dus een drager hebben, die Messias. Die tegelijkertijd ook de rol zal spelen van leraar en van hoogskoning. Hij zal dus zeker afkomstig zijn uit koninklijke families. Niet koninklijke zoals wij nu zien in mijn luxe en kronen. Koninklijk betekent altijd met een welbepaald bewustzijninstelling. Vroeger was koning zijn een spirituele taak. Hè? Nu niet meer natuurlijk. Hè? Nu, daar is in de tijd, in de spirituele evolutie, een bepaalde fase geweest in Egypte waarbij men de mensheid, of laten we zeggen het volk van Egypte, wou klaarmaken om te dienen als wieg voor de geboorte van die drager van de Messias. Er waren verschillende voorwaarden aan. In principe was dat voorzien in Egypte. Punt. Als rechtmatige hoogskoningen. Echnaton heeft getracht de bewoners van Egypte daarvoor klaar te maken. Met zijn hervormingen. Maar in Egypte was de kennis al helemaal versteend en misbruikt geworden. Hij is erin mislukt, dat weet je. Ja. Dan heeft men de kennis geheim gehouden daaromtrent en verstopt ten tijde van Tutankhamon. De schat van Tutankhamon heeft men nog niet gevonden, hè. Wel de uiterlijke zaak, maar niet de spirituele zaak. Omdat die er ook niet meer is, natuurlijk.
X tijdje later hebben twee reuzen uit de spirituele evolutie van de mensheid, ja, Ramses II en Sethi Meshu, een gedeelte van het volk in Egypte, de volgelingen van Akhenaton, meegenomen naar een andere plaats. Samen met de kennis. De spirituele kennis is samen met een bepaalde groep mensen Egypte verlaten. Tukke, 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 wat dit is hier? De spirituele kennis. En hier. Wat men noemt het volk van Atel. Het volk van Atel waren de afstammelingen van de overlevenden van Atlantis die zich in Egypte hadden gemengd met andere bevolkingsgroepen. Ja. Zij waren fysiek en spiritueel in staat iemand op de wereld te brengen die de kosmische Messia kon dragen. Want je begrijpt je goed dat zo'n ziel, zo'n energie, kosmische Messia, dat jij dan als persoon een zeer grote zuiverheid moet hebben om die te kunnen verdragen. Hè? Anders brandt jij volledig op. Het is niet voor niks dat de Joden allemaal zo'n pot kunnen halen. Hè? Een kappeltje. Dat is om te vermijden dat ze gedurende het leven in contact zouden komen rechtstreeks met het goddelijke en zouden verbranden. Dus je kunt nu ook al toen verschieten door een potschop te zetten en dan brand te steken. Zo. Voilà, die hebben gans een tocht gedaan. Vanuit Egypte, doorheen de Sinaï, Saudi-Arabië en zo Israël binnen. Historische uittocht door Sethi Meshu. Sethi Meshu was de neef van Ramses II. Ja. Zoon van Tarnut. Tarnut, de dochter van Sethi. Farao. Historische feiten. Dat is niet de Mozes uit de Bijbel. Hè. Aan de hand van die belevenis hebben de rabbijnen later het spirituele vertaald, zodat de mensen dat konden onthouden. De tocht in de Bijbel is geen balans, de tocht die daar staat. Ik ga er straks misschien, als ik tijd heb, iets wel zeggen. Voilà. Die gaan zich in Israël vestigen en gaan de tradities van Egypte in ere houden. Dus ook de juiste kennis in ere houden. Sethi Meshu gaat die aanpassen aan die omstandigheden, ja? En ze gaan dat stipt volgen. Zij kennen de inhoud. Daarbinnen zal ook de historische drager van de Messias, Joshua, geboren worden. Historische persoon, hè? Zijn dat de Essenen dan? Wel, men noemt dat nu de Essenen, maar ze werden vroeger genoemd de Nazarieten. Ja? Men spreekt vaak van Jezus van Nazareth. Nazareth bestond nog niet in die tijd. Dat is gesticht 600 jaar na Christus. Een Nazariet, is er iemand van Joodse afkomst? Ach, ik heb dat gedaan, hè. Ik heb een les moeten geven. Ik had twee Jodinnen zitten. Ik vroeg, wat is een Nazariet? En die stonden recht, die wisten dat. Een Nazariet is een inwoner van Israël die niet afstamt van Abraham of van Jacob. Dat is Nazariet. En die leefden daar toen en volgden heel strikt de spirituele regels. Voormiddag werken voor de boterham, namiddag werken voor God. Dat betekent niet dat ze grote werken moesten doen, dat betekent dat ze zich bezighielden met naastenliefde, onderricht, verzorgen van zieken enzovoort enzovoort. Dat is Mozes dat ook voorschrijft, hè. Mozes zegt altijd, een halve dag dit, een halve dag dat. Zij weten dus, of zij kennen dus de cyclusen. Zij weten dus ook dat het allemaal moet gebeuren. En dat op een bepaald moment een tijdstip dat ze grosso modo kunnen bepalen, ja, die drager de Messias zal worden geboren. Punt. Wat is gebonden aan de cyclus van Sirius, hè?
Nee? Cyclus van Sirius is 1460 jaar. Elk jaar komt de zon op samen met Sirius. Nu is het in de maand augustus, geloof ik. Ja, nu is het de maand augustus. In Egypte werd het altijd gevierd, want het was de geboorte van Horus. Om de 1460 jaar gebeurde dat. Je kunt dat zien, hè. Hier heb je, dit staat bij Orion. Staat altijd voor de vader. Orion staat voor de vader. Sirius staat voor de moeder. Isis en Osiris. De zon staat voor de zoon, Horus. En Horus is het bewustzijn. Elk jaar komt dat op. Ja. En is dat een zeer groot feest, of was dat een zeer groot feest in Egypte, want dat viel samen met de grote overstroming van de Nijl, waarbij dus de valleien terug werden vruchtbaar gemaakt. Wat heel belangrijk was, hè. Nu, om de 1460 jaar gebeurt dat, dat die opkomst samen van de zon met Sirius, maar met de zon in de hartster van de leeuw. De hartster van de leeuw. Regulus. En Regulus betekent... Regis is koning, hè. Regulus betekent kleine koning. Men wist dat. Ingewijden wisten dat. De Nazarieten wisten dat. Kepler wist dat. Copernicus wist dat. Wist dat allemaal. Daarom dat ze zo weer miserie hadden met de katholieke kerk. Het was niet wat ze zeiden dat de aarde rond was, hè. Het was voor dat. En dus zou het ook zo zijn op het juist gepaste moment, bij het begin van de wissentijdperk, ja, die geboorte daar zal zijn. Hè. En dat die ook aan de hemel zal geschreven staan. En al ingewijden kunnen aan de hemel aflezen. Ah, het is er. Moet je een geboortekaartje sturen. Ja, makkelijk, hè. Het zal niet gebeuren in Egypte natuurlijk, maar dus, heel erg nader. Kijk een keer hier, als je de piramide neerslaat, plat vlak, en je neemt de onderaardse gang en verlengt die, dan komt er aan bij het lichaam. Bij het lichaam. Het gebeurt dus daar. Op weg naar. Denk aan deze woorden, hè. Op weg naar. Hetgeen binnen gebeurt, gebeurt buiten. Het wordt buiten getoond, omdat je het zou weten dat binnen gebeurt. Zo binnen, zo buiten. Zo boven, zo beneden. Want dus ook op de juiste dag, schrik niet, 27 juli 7 voor Christus, gaat die configuratie zich tonen aan de hemel. Het is nacht natuurlijk, ja, en de zon komt op. Samen met Sirius. Altijd Sirius, het tikje vroeger natuurlijk, ja. En dan komt de zon meer op. Gaat de hemel rood kleuren en dan geel. Men noemt het altijd het baarsbloed van Isis. En dan verdwijnt Isis. De ster wordt niet meer zichtbaar, hè. De vrouw verdwijnt altijd ten voordele van de zoon. Basisprincipe. De zoon wordt dan belangrijk, de zoon, het bewustzijn wordt dan belangrijker dan het lagere. Galatia. Ik heb te veel moeten spreken vandaag. Ga dat nog uitleggen, dan is het koffie zeker? Ja, komt er zo aan. Komt hij er zo aan? Oei, oei, oei. Dat is de aankomende koffie. Voilà.
Dat is de horizon getrokken op Cairo. Bij de geboorte hier heb je een sterrenbeeld leeuw. Want je wordt altijd geboren uit de leeuw. Van. Nee, juist. Dan van David komt dus geboren uit de leeuw. De zon. Hier heb je de horizon. De zon gaat over. De horizon. Sirius is er al over. Isis. Ja. En dan krijg je de configuratie zoals je daar ziet. Eén planeet staat dichtbij de kreeft of de kribbe, terbelkreeft, dat is Mercurius. En hier staat in het tijdperk van de vissen, of sterbeeld van de vissen, Saturnus en Jupiter, maar zo, ook in de dingen pakken, maar zo dicht bij elkaar dat ze schijnen als één. Dus een dubbele lichtsterkte, de ster van Bethlehem. Okay. En daar krijg je dus ook de kerststal in. Eerste stuk. Aan de hemel geschreven, ik heb dat binnen gebeurd. Ik heb die moed daar binnen getoond. Hè. Daar staat de kerststal ook. De zon, hier staat heel dicht Mercurius, hier is de koning op zijn knieën, hè. Hier staat Maria, Isis en Orion, Jozef, daarachter. Hier heb je de tweelingen, dat zijn de herderkes. Hier heb je de vroedvrouw, Procyon. En hier ver heb je twee koningen op afstand, hè. Jupiter en Saturnus. Want vroeger noemden we de planeten ook de koningen. Hè? Ja, ja. Je stal is nog niet af natuurlijk. Maar kijk wat ziet je allemaal staan. De kribbe, de kreeft. Het sterrenbeeld stier. Knipos. Ja, moet dat zo zijn, hè? Kan ik het er ook niet aan doen dat dat zo is. Vergeet niet dat stier ook altijd staat voor het lichaam, hè? Een sterrenbeeld ram, de schapjes. En je weet ook waarom je altijd twee koningen zo gewoon op ver weg zet, hè? Je moet er altijd heel dichtbij staan. En de andere twee, die komen altijd te laat. Dus ook uw kerststal is de horoscoop van Jezus. En wat staat de schorpioen dan? Wat staat die schorpioen? Staat die niet in een schorpioen? Was die nog niet ontdekt? Was die nog niet ontdekt? Alsjeblieft. De dierriem is de stal aan de hemel. Hè? Dan gaan mensen vragen, wat staat er in de hemel een stal? Oei, oei, oei. Een dierriem is toch een stal, hè? Het zit niet allemaal dieren natuurlijk, zoeken maagd in enzovoort enzovoort. Begrijp je het? Vanmorgen zei je dat er nog een vierde koning was. Ik... De zon. Die speelt hier minder rol natuurlijk, hè? Vergeet ik ook niet dat men Sirius soms ook de hondster noemt. Nu, in Egypte, de hond stelde altijd voor in het lichaam komen. En ik ben ook een keer bij mensen uitgenodigd geweest die een schilderij hadden van de geboorte van Jezus, ja, met de kerststal, en er stond een man bij met een hondenkop. En die snapte dat niet. Ja, zo is gewoon een schilderij en dan staat er dus inderdaad een man met een hondenkop. Ik zei, dat is serieus, hè? De hondster, want die is daar aanwezig, hè? Vergeet niet dat kunstenaars zo veel meer weten dan ze mogen zeggen, en dat zetten ze dan in schilderijen. Hè. En als je dan weet, dan zie je het. En als je niet weet, dan zeg je, wat staat er hier nu al getekend. Hè. Veel fantasie. Duidelijk, ziet je ook zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. Want dat is boven, beneden.
Maar het gaat dus ook buiten gebeuren, historisch gezien. De historische Jezus zal dan ook geboren worden. Maar niet in een stal. Dat is romantiek, hè. Men gaat later dat gebruiken om de horoscoop van Jezus vast te leggen. En men gaat dat vergeten. En dan gaat men dat gaan aanvaarden als de waarheid. Hè? Hoe ziet u de Bijbel dan? Ik zie die goed. Nu, de Bijbel vergeet niet ook het... bijzeden, maar eigenlijk... Het is geen geschiedenisboek, hè? Nee. Ik heb het juist gezegd. Voorgelogen waarheid die ze probeerde duidelijk te maken aan de mensen. Ja, een bepaalde bijzet staat er wel in. Dat kloppen dingen. Kloppen. Kijk, men zegt in de kamer zegt één ding dat je de Bijbel niet mocht lezen. Sorry? Je mocht de Bijbel niet lezen. Je moet erin ingewijd worden. Dat betekent, je moet de sleutels krijgen om hem te lezen. Want dan staat er teksten die... Ja, ofwel niet begrijpt, ofwel in de materie gaat plaatsen, ja, en dan loopt je fout. Als de Bijbel zegt op verschillende plaatsen dat de vrouw de man moet volgen, dan is dat zo voor het inzicht en eigenschap die zich moeten verenigen met het bewustzijn. Maar heeft dat niks te zien hier op de wereld. Hè?